Op een nacht varen we langs de grote rotsen. Ineens klinkt er een gil. Iedereen schrikt meteen wakker. Alleen de kapitein slaapt rustig door. Wie gilde er zo? Een mens? Zeemeerminnen? De tweede stuurman gaat snel naar de kapitein. Ach, zegt de kapitein, het was vast een zeehond op een van die rotsen. Want het gekrijs van zeehonden lijkt soms op de stem van een mens. Maar de matrozen vinden het gegil eng. Ze denken dat er iets naars gaat gebeuren. We moeten hier snel weg, zegt een oude zeeman. De zee is te rustig. Later op de dag valt een matroos in het water. We gooien snel een lege ton overboord, onze reddingsboei. Maar de matroos kon de ton niet meer pakken. Hij verdrinkt. Ook de reddingsboei verdwijnt onder water. Hoe kan dat? Zat er een gat in de ton? Of is het hekserij?